Ik ben Joey van Gils en ik ben een indoor skydive instructeur in Roosendaal. Ik doe dit werk nu ongeveer een jaar of zes en een half. Ik ben op het toeval ben ik erin gerold. Eigenlijk zelf nooit over nagedacht. Het kwam op mijn pad terecht. En sindsdien wil ik niks anders meer. Hetgene wat ik leuk vind aan het indoor skydive is de uitdaging. Je kan jezelf steeds verder pushen om iets nieuws te leren. De mate van moeilijkheid wordt steeds groter natuurlijk. De trucjes worden steeds op een hogere snelheid, steeds moeilijker qua uitvoering. Je moet jezelf echt pushen om verder te kunnen komen. De sport blijft ook groeien, dus als je denkt dat je ergens in de buurt begint te komen, begin je eigenlijk weer onderaan. Omdat de sport blijft groeien, dus je moet zelf ook constant door blijven groeien, door blijven kijken naar wat gebeurt er in de wereld. Ja, en dat vind ik het toffe eraan, dat je bent nooit klaar met leren. De disciplines die ik leuk vind, is voornamelijk freefly en dynamic two-way. En dynamic two-way is met z'n tweeën en freefly dat is voornamelijk alleen. Nu ben ik aan het trainen voor de World Cup, dus in Polen. En dat is in de week van 10 oktober. En dat is dus weer een dynamic two-way competitie waar ik samen met Rick naartoe ga. Maar ik kan hem ook hier vandaan. Ik weet niet wat er gebeurt. Hoe wordt het hier? Snap je? Dat zijn de Dutchies.